Je zou het bijna niet geloven, maar op vakantie gaan is een van de meest stressvolle gebeurtenissen. Zo ervaart 70% van de Nederlanders vakantiestress en 35% van hen krijgt zelfs ruzie. Maar waarom precies? Op vakantie heb je meer verantwoordelijkheden. Dat betekent dat je extra moet opletten en dingen moet regelen. Dit zet onze prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat helpt bij planning en besluitvorming, in een hogere versnelling. Je moet constant je aandacht verdelen, plannen maken, alert zijn en details onthouden. Dit kan stress veroorzaken omdat je je zorgen maakt over het onbekende en je lichaam dit als een bedreiging voor je gezondheid kan zien. Ook breken vakanties onze normale routines, wat zowel onze mentale als fysieke gezondheid kan beïnvloeden. Vooral als we gewend zijn aan een routine om onze geestelijke gezondheid te beheren. Daarnaast kunnen persoonlijke problemen tijdens vakantie weer naar voren komen. Er is ook vaak een druk om optimaal te genieten van elke minuut van een vakantie, maar geforceerd plezier hebben werkt meestal niet. Al deze mentale druk kan na verloop van tijd zelfs ons geheugen aantasten en de groei van nieuwe hersencellen verminderen. Om hiermee om te gaan is het belangrijk om flexibel te zijn en je snel aan te passen aan veranderingen. Het doel van vakantie is ontspanning, dus verlies dat niet uit het oog. Het is vreemd als je pas kunt ontspannen als de vakantie voorbij is en je weer aan het werk moet. Netto is voor sommigen niet altijd de moeite waard en levert vakantie niet het emotionele rendement op. Pas je verwachtingen voor de vakantie aan, evalueer goed hoe je tijd wilt besteden en breng alle stressoren in kaart die de schoonheid van het buitenland kunnen vertroebelen. De laatste dagen bij het Komenmeer vorig jaar staan me nog helder voor de geest. Het was prachtig, maar ik was al bezig met de terugreis en het idee om in één keer 12 uur naar huis te rijden verpestte het vakantieplezier. Het is een mindfuck, want ondanks het verblijf op een van de mooiste plekken op aarde, had ik er niet meer naar mijn zin. Je voelt je bijna schuldig. Na jaren achter elkaar 12 uur heen en 12 uur terug te rijden naar Zwitserland en Italië, heb ik me voorgenomen een keer met een vliegtuig te gaan.